Rachel, het is alweer de derde dag hier in Fantasieland. Hoe bevalt het tot nu toe? Nou, superleuk. Superleuk, ja. Maar ik voel nu al een beetje kriebels in mijn buik. Ja, dat snap ik op zich wel. We staan namelijk in de nieuwe themawereld Bloegheim. En ze hebben hier twee fantastische en gave achtbanen en 6 wereldrecords. Okay. Wow. Dus ik denk dat je dan al wel een beetje snapt welke kant we op gaan, toch? Ja. Maar ik wil een mooi nummer van jullie, Engelstalig, wat jullie vloeiend kunnen zingen. Laat ze even horen, even kijken of dit hem zou kunnen worden. Tim, I think I love you. I think I really love you. Onthoud dat nummer even, ja? En dan geef ik nu weer even de envelop aan jullie beiden. Nou, daar komt ie hoor. Dames, stromgeroffel voor challenge nummer 3. Het lied dat jullie net zo prachtig stonden te zingen, mogen jullie nu in de achtbaan herhalen. Wie het lied met de minste onderbrekingen zingt, wint. Succes. Ja, dames, maar... Je vindt het eng, hè? Ik heb echt zenuwachtig. Jullie gaan niet tegelijkertijd erin. Maar om en om. En ik ga hier luisteren met de koptelefoon wie van jullie de minste onderbrekingen heeft. En die persoon wint €250 voor Stichting Het Vergeten Kind. Oké, we gaan met z'n drieën die kant op. Ja, die zijn er achter. En naar links. Ben je er klaar voor? Luisteren hoe jullie het gedaan hebben. Sita! Ik ben niet eens uit, mijn land is uitgekregen. Als je er terug op hebt, dan kan je... Nou ja, het is een beetje half praten, zingen. Maar er komt iets uit je mond. Rachel. For I'm just thinking back. Nou? Ja! Yeah. Nou, super. Jullie hebben echt gewoon alle twee tot het eind gezongen. Maar je hoort bij jou ook iets meer die spanning. En Rachel, jij? Jij hebt hem gewoon gewonnen! Yeah. Hey dames, de battle zit erop. Ja. Wij gaan gewoon lekker genieten deze middag. Het zonnetje schijnt. Ik ga ook iets lekkers voor jullie halen. Oh. En we gaan gewoon genieten. Okay. Yes, let's go! Zo, eigenlijk hebben beide dames het gewoon onwaarschijnlijk goed gedaan, toch? Samen hebben ze in ieder geval gewoon weer €250 verdiend voor het goede doel. Nu even genieten met de meiden op het authentieke dorpsplein van deze nieuwe themawereld in Fantasieland. Kloekheim bruist namelijk van de energie en geniale innovatie. Boven je, onder je, naast je, het is overal aanwezig. Het gewoon bootje varen. Ja, dat is gewoon lekker.